Op 27 mei stonden leerlingen van basisschool De Laak met wethouder Evert-Jan Slootweg op de hoek van de Lakenstraat bij de kinderboerderij in Wamel. Zij onthulden daar een speciale prullenbak die gedecoreerd was door een heuse graffiti-kunstenaar. In totaal zijn 20 prullenbakken voorzien van graffiti. Basisschool De Laak kreeg vorig jaar tijdens de kindergemeenteraad de meeste stemmen met het plan Afval weggooien wordt leuk. Het plan wat toen ontstond is inmiddels tot uitvoering gebracht. De leerlingen wilden iets doen aan het afval bij de plekken waar veel jongeren komen. Door op die plekken afvalbakken met een leuke graffiti-tekening te versieren, hopen zij op het hollebolle gijs-effect. Ja, elke school die mocht een eigen woord, thema en kleuren bedenken. En ja, de meesten die zijn voorkomen, die zijn van de thema's is dan fantasie en dieren. De kleuren lichtgroen en blauw en ja, de woorden die zijn allemaal verschillend. Elke school stond er zelf vrij in om kleuren en patronen te kiezen voor de verschillende prullenbakken. Per school konden er 2 prullenbakken versierd worden, dus in het ene dorp staan er meer dan in het andere. Afhankelijk van hoeveel basisscholen er in het betreffende dorp zitten. Ik fiets hier een keer langs, dus er stond iemand die stond een foto te maken. En die ging toen na heel veel afval erin gooien opeens. De prullenbakken scoren dus zeker veel bekijks en vallen op een positieve manier op. De kinderen van basisschool De Laak hebben zelf ook wel favoriete decoraties wat betreft de prullenbakken. Ik denk de zebra en dat onze naam van de school erop staat. De basiskleuren, want dat matcht heel mooi bij de dingen die erop zijn gespoten.